Hey allemaal en welkom bij K-Reef. Vandaag vond ik dat het nog eens tijd was voor een update. Je hoort het, is hier nog altijd redelijk hol. Maar jullie zien waarschijnlijk achter mij daar al wat kleur. En van alles staan. Bakken. Dus draai even om. Dit wordt de grote sump voor de filterkamer. En hier staat al een frame voor een koralenbak. Een die nu in het tuinhuis staat, die komt hierop. Dan hebben we hier nog een nieuwe koralenbak. Deze is 2,5 meter. Hier moet nog altijd de grote bak in komen. Die nu ook in de blokhut staat nog. En dan als we hier binnen gaan. Je ziet, we hebben muren, deuren, licht. Hier komt een filter te staan. Hier nog een stellingje voor quarantaine. En alle systemen hier aan deze kant komen hierop. Hier tegen de muur komt ook nog de smalle koralenbak die ik heb in de blokhut staan. Dus je ziet, dit wordt de kleur. Deze kunnen we nog niet afwerken, de muur. Want het aquarium moet er nog in natuurlijk. Hier hebben we een lat met spotjes. Want zoals je ziet is dit een redelijk donker hoekje. Volgens mij lagen ook de vloeren er nog niet op. Laatste update. Dus daar tegen de muur bovenaan komen dan twee spots. En natuurlijk ga je overdag hier licht hebben van de ledlampen voor de koralenbak, hè. En hier in de muur ben ik een aquarium aan het opstellen. Deze moet eigenlijk eerst klaar zijn, zodat ik een deel van mijn vissen en koralen die in de 1000 liter daar in de blokhut zitten, kan overzetten in hier. Zodat we die bakken ook leeg kunnen maken. Maar dit wordt dus gewoon een show aquarium. Hier wil ik tafeltje en twee stoelen of zo om lekker bij te zitten. Dit, dat moet nog naar de andere kant gebracht worden. De lavabo of wasbak. Die moet nog naar de andere kant. Dat moet allemaal nog proper gemaakt worden, geschilderd worden. En hier willen we een kast plaatsen met wat schabben. Om eventueel koffie en ander drinken en dergelijke te plaatsen. Dat zien jullie later wel wat hier allemaal nog komt. Zullen we even verder gaan. Dus dat vat hadden jullie ook al gezien. 5000 liter. En zo staan de bouwwerken nu momenteel. Daar is een gat. Er moet nog een schuifpoortje in. Want met deze hier, de lift, kunnen we dan altijd materialen naar daarboven brengen. En dat is het aquarium. Dat in de muur zit. En voor degenen die mij al lange tijd volgen. Natuurlijk, nu zijn deze kanten geschilderd. Maar die mij al lang volgen. Die gaan waarschijnlijk dat aquarium nog wel kennen. Dat is mijn allereerste zeewater aquarium. Waar ik ook mijn allereerste vlogs op YouTube mee ben begonnen. En die stond nog bij mij in de schuur. Dus ik dacht, laten we hem nieuw leven inblazen. En hem hier lekker in de shop zetten. Het is lekker weer zoals jullie zien. Dus hier is de omgeving. Eén poort. Twee, drie poorten. Dus boven is er voor de rest nog niet veel veranderd. Zover staan we dus nu. En dat wilde ik gewoon snel even delen. In ieder geval, als je meer wil zien, vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Is gratis. Hou de social media's in het oog voor wanneer nu het effectieve openingsweekend zal zijn. Dan wil ik jullie daar natuurlijk ook graag ontmoeten hier in Hulst.
Ik hou jullie op de hoogte van hoe het verder loopt. Bedankt om te kijken. Bye bye.